Rechtsboven in beeld komt de verbindingslijn aan. Een aantal stenen is omgevallen. Maar hij is niet helemaal omgegaan. En daarom gaan we zo dadelijk naar het volgende project. Of komt er nog iets bij de Friese meren? Uiteindelijk zal er een surfplank over het water moeten gaan surfen. Nee, we gaan naar het volgende project. En dat is wie niet wil wijken, moet dijken. De strijd van de Nederlanders, de strijd van de Friese tegen het water. En er zal zo dadelijk letterlijk een gat in de dijk gedicht worden. U ziet de aorta, die, ik heb dat uitgelegd in het begin, die neemt de zaak over als een project niet tot een goed einde komt. Prachtig. En daar wie niet wil wijken moet dijken. En dan rechtsboven in beeld komt uiteindelijk als alle stenen omgevallen zijn. Het wordt dijken naar beneden, de stenen met dijken. En dan is de dijk letterlijk gedicht. En hij is gevallen. De dijk is gedicht. Applaus van de bouwers, waarvan er velen afkomstig zijn van de Christelijke Hogeschool Noord-Nederland. En we kijken nog eens eventjes wat er gebeurde bij de Friese meren. De stenen vallen onder in beeld heel langzaam om in het water. Dat is natuurlijk logisch. En uiteindelijk stokte de boel al daar. Oh, hij loopt daar, okay. De Christelijke Hogeschool Noord-Nederland. Daar gaan we nu naartoe. Het is het 8e project in het thema Mooi Friesland. Veel bouwers, ik vertelde dat, kwamen en komen daar vandaan. Studenten die hebben meegebouwd aan de vele projecten. Een bonte verzameling stenen, dat stellen de studenten voor. Uiteindelijk zullen zo dadelijk, als het project bijna klaar is, rechts onder die blauwe dingen die omhoog staan, terwijl we naar de aorta kijken, uiteindelijk de barretten omhoog gaan en er zal een foto gemaakt worden als teken dat de studenten geslaagd zijn voor hun diploma, maar ook vanavond voor het bouwen van dit en vele andere projecten. Laten we kijken wat er gebeurt. We zitten inmiddels bij thema 2, de slimme wetenschap is dat genoemd. U zag net de oerstenen vallen en dit is het thema de oude Grieken, dit is de Acropolis. Kijken hoe de stenen zich hier gedragen, ze vallen eraf. Weer een bijzonder spannend moment, maar Albert had het al uitgelegd. Mocht het fout gaan in zo'n project, en het gaat misschien niet helemaal goed hier, want we zijn al bij het volgende project. Zen en Zien is dit genoemd. En dit project is dus in gang gezet door de aorta. De aorta is zo'n lijn die net zo lang doorloopt als het project zou duren. Mocht het project mislukken, dan zorgt de aorta ervoor dat alsnog het volgende project wordt aangestuurd. We gaan naar het volgende project in het thema slimme wetenschap. Dat is Einstein met ruim 8000 stenen, bijna 9000 zelf. En Einstein is natuurlijk een zeer toepasselijk iemand om hier te gebruiken. Einstein, één steen. En de belangrijkste wetenschapper van alle tijden in feite. Dat is weer die aorta die gaat proberen Einstein te zoeken. Die blijft gelukkig wel lopen. Hangt momenteel aan een zijden draadje, zo lijkt het. Echt aan een zijden draadje. Het is wel een heel mooi gezicht. Maar we willen ook zo graag dat die projecten lukken. Zoveel tijd, zoveel energie aan gespendeerd. En vanavond is de avond dat al die effecten te zien zouden moeten zijn. En daar werd weer iets getriggerd. De aorta loopt door. Einstein is nog niet gevallen. U hoort het misschien op de achtergrond. Ik denk dat het Robin Paul Weijers was die dat zei, maar het lijkt erop alsof we wel naar Einstein toe gaan. Einstein, zit hij daar? 4. Ja. Oei, wat een spanning. Gaat hij daar naar 4? Ik kom hier naar 4. Ik niet.
Hij komt bij Einstein nu de binnen. Hij is bij Einstein, u hoorde het Robin zeggen.